Lily had het net opeens de keer, maar er staat opeens een hond in de tuin van die... van het buurhuis, waar al in geen 100 jaar meer iemand woont. Ik heb geen idee. Nou, Lily, hou eens op. Ik heb geen idee. Ja, zo'n hondje, hè? Ah, god, het is koud. Dat lijkt wel vriendelijk. Ja, kom je even kijken, jongen. Of meisje. Wat dan ook. Ja. Ik heb geen idee. Ik denk dat hij van die buren is. Kom er nou uit of wat doet dat beest daar? Hallo, joh! We hopen dat hij niet over dat hekje heen springt. Dat hij dat voor elkaar krijgt op de een of andere manier. En dat het dan een kippendoder blijkt te zijn. Dan hebben we een probleem. Maar alvast een stop klaarzetten. Of zo. Oh, wat is het koud. God, er staat een windje. Het waait hier niet zo vaak. Maar dan waait het opeens en dan denk je van... Oh. Het is net... Ik geloof net 1 graad of zo. Dat is niet zoveel. Oh, wat wapperen je staartveertjes mooi, Vester. Is dat de alarmstand van je veertjes? Heb je een staartje met een alarmstand? Nee? Let je goed op je meisjes, mop. Gisteren had ik 12 eitjes. Allemaal netjes in het nachthok gelegd. Moet ik wel wat gymnastische capriolen uithalen om ze te pakken. Maar dat maakt niet uit. Ze lagen allemaal netjes bij elkaar, dus dat is... lekker makkelijk. Dan hoef ik niet alles af te gaan zoeken om te kijken waar het gebleven is. Kijken of ik daar de buurman zie waarvan ik denk dat die hond is. Nee! Ik wil die kleren leiden. We wil hier de tuin in. Ja, dat snap ik wel. Er loopt hier natuurlijk een prachtig wijf hier rond. Maar dat is niet de bedoeling. Lily, kom eens hier. Kom eens hier. Kom hier. Hé, hey, kom op. Doe even. Kom hier. Hier. Oké. Okay. Doe even dat tussending even dicht. Voor het geval dat... Ja, die probeert hier de tuin in te komen. Dan doen we het even zo. Even dat... Oh shit. De grond hier die beweegt. Ja, dat beest dat wil hierheen komen. En daar ben ik het niet mee eens. Move. De hond mag hier niet. Want dat kan een kippendoder zijn. En dan heb ik ruzie met de buren. En ik wil nog geen ruzie met de buren. Godsamme. Oh. Ik moet even naar die buren toe. Lily, hou dus mee op. Nou, ik... Het verdemmen. Ik moet even wat warmers aan gaan trekken. Even wat warmers aan gaan trekken. En dan moet ik eventjes naar die buren toe. Zeggen dat hun hond daar zit. Gezellig.